prachtige advertentie gezet. En ik werd gebeld door de bassist toen. En ik ben op auditie gegaan. En ja, het is echt een wonder dat ze me hebben aangenomen. Ik kon echt gewoon... Het was echt onwijs vals. Toen was ik al een paar weken aan het auditie doen. En kwamen ze er niet uit of dat ze wel een vrouw wilden of niet. En dan ja, na een paar weken mocht ik dan eindelijk wel meedoen. Het werd tijd eigenlijk, want ik was eigenlijk bijna van plan om het op te geven. Sinds Outburst, die bestaan natuurlijk wel heel lang. En dus op een gegeven moment is Tjerk weggegaan. En hun besloten toch verder te gaan. En hebben ze mij erbij genomen. Genomen. Ik heb vroeger eigenlijk gitaar gespeeld. En ik speelde altijd gitaar in allemaal van die punk meidenbandjes. Van die echt van die rebelleren tegen de maatschappij bandjes. Toen had ik het eigenlijk gezien met gitaarspelen. En toen dacht ik, oké, misschien is zingen wel iets. Dus dat ben ik een beetje gaan uitbouwen. En zo ben ik erin gerold. Als vrouw in de mannenwereld krijg je heel snel een licht op je gezicht van oké, een chick, laten we het even gaan uitchecken. Maar aan de andere kant brengt het ook heel veel sceptici met zich mee. En die roepen allemaal van ja, ze worden alleen maar groot omdat het een chick is. En ze betekenen eigenlijk helemaal niets, maar het is alleen maar omdat er een chick in de band zit. Ja, daar heb ik nooit echt iets aparts aan gevonden, eerlijk gezegd. Ik heb zo de indruk dat je eigenlijk toch wel moet bewijzen ten opzichte van sommige mensen, maar... Maar op zich vind ik dat niet erg. Ja, ik vind het wel leuk om dan te bewijzen dat er dan ook wel vrouwen zijn die niet per se als een popje moeten zingen. Ik ben gewoon een persoon in een band. En als ik zing ben ik ook geen vrouw. Dan ben ik gewoon de tekst die ik zing. En of dat een vrouw of een man is, daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Het is gewoon een stem. En die stem die vertelt een verhaal. En dat verhaal is metal, weet je wel. We hebben allemaal van die taakjes in de band. Dus een gitarist die houdt zich bezig met de designs. De drummer is echt het muzikale brein achter de band. En ik en de bassist die doen vooral een beetje de marketing en PR. Dus vooral naar de interviews, de lijntjes uitleggen, de gesprekken met iedereen. Dus zo hebben we allemaal ons eilandje waarop we aan het werk zijn. Ik ben iemand die echt arrangementen maakt. Dus de gitaristen of de bassist of de drummer komt met iets. Maar dat vul ik aan en ik zorg dat een beetje in elkaar valt, in elkaar past. Meestal wel, als de muziek al geschreven is, dan zet ik de zang erop, zet ik de tekst erop. Ja, jij schrijft je eigen tekst. Ja. Er zijn er ook wel een paar die nog stammen uit een tijd dat ik nog niet bij Bliksem zong. Dus die waren al geschreven. Maar vanaf nu is het echt allemaal ik die de teksten schrijf. Ik schrijf heel persoonlijke teksten nu. Ja, dat had ik vroeger ook nooit gedacht. Maar mijn teksten zijn echt heel erg persoonlijk nu. Echt. Mijn gevoel is, ik gooi het er gelijk uit, ja. Dus wil je weten wie ik ben, lees mijn teksten, zou ik zeggen. Ik heb niet van die teksten van fuck you en zo. Sowieso is het al je bij ons. Het zit wel diep hang in bij jou in ieder geval. Meestal pissed off zijn natuurlijk. Hè. Dat past wel bij de muziek. Maar nee, het varieert. Of dat ik een goed boek heb gelezen, film heb gezien, iets nieuws heb gezien of zo. Maakt niet uit welk gevoel je bij een nummer krijgt. Soms is het ook gewoon... Schrijf je één zin waar je van denkt, coole zin. En dan volgt de rest daar een beetje op. Ik ben meer iemand van de wat-als verhaaltjes. Wat als het zo in elkaar is? Of de grote filosofische vragen, zeg maar. Die interesseren me het meest. Over kwantumfysica en over... Echt waar? Ja, serieus. Ja, dus ik ben eigenlijk een nerd. Ik heb, denk ik, in elke band waar ik in gezeten heb, een relatie gehad met iemand in de band. Ja. Dus we moeten het niet meer doen. Dat is geen goed idee. Dat is echt een no-go. Nee, dat gaan echt dingen heel awkward worden, denk ik. Het zijn echt broers van me geworden. En elk nieuw vriendje dat ik meeneem, dat moet echt door een vleeskeuring van hier tot Tokio. Het is echt zo verschrikkelijk. Ik weet niet of het een no-go is. Het is voor ons... Voor mij is het ook wel een beetje... Ja, het staat buiten onze relatie, zeg maar. En... Ja, als het ooit een keer fout gaat, dan zien we het dan wel weer. Zoals relaties op de werkvloer, hè, dat is allemaal heel gezellig, zolang dat oké is. En dan ga je uit elkaar en dan mag je blij zijn dat de band blijft bestaan. En dan, ja, daar hebben we met Bliksem dan wel heel veel geluk bij. Maar ik ben wel uit een van mijn vorige bands gesmeten, omdat de relatie met de gitarist gedaan was.
die eikels hebben er natuurlijk heel veel spijt van nu, maar toch. Vanaf het moment dat ik een bepaalde leeftijd ga bereiken, dat ik misschien toch iets rustiger ga doen of zo. Ik weet het niet. Ik zou best ook nog wel in een blues of in een jazzgroepje willen gaan zingen of zo. Tronisch, misschien singer-songwriter. Het lijkt me heel erg leuk om nog veel verschillende dingen te doen en daarmee gewoon te spelen en rond te reizen. Ja, net als 20 jaar geleden. Oh, we willen een Europese tour, dit en dat. Ja, die drive is dan. Ja, het is een hobby. Ja, het is hobby, maar het is wel een serieuze hobby. I am the damsel of death. Abomination of human nature.